Deze nieuwsuitzending is in de serie Weldschmerts. Van Wereldsmart huilt mijn hart over de onwetendheid der mensen in mijn omgeving. Ja, Weldschmerts. Ik denk, hoe moet het nou met de wereld? En het onderwerp van vandaag is: uh, Donald Trump, zijn we nou pro of zijn we nou anti? Nou, ik ben geen van beide. En het liefste heb ik dan nog iemand die pro-Trump is. Want dat vind ik dan nog een beetje iets van positief hebben. En anti-Trumpers denk ik van jeetje zeg. Alweer anti. En Weltschmerz, die serie, is begonnen nadat ik gestopt ben. Met het drinken van belachelijk veel alcohol... Echt heel veel. Zes halve liters gulpen naar gladiator. 10% bier is dat. Ja, doe het mij maar na. Zes halve liters per dag. Moet je vroeg beginnen, kan ik je wel vertellen. Zo'n uurtje of twaalf was het. De eerste. en dan doordrinken tot ja uitje een twee s'nachts. en dan soms bel dan uh, belde Marco me nog dat is ook zo'n uh, bedrinken broer in die dagen ik heb hem al een tijdje niet meer gesproken maar... En dan om één uur s'nachts van ja, dan zullen we nog even een uitzending doen? omdat dat had hij wat belachelijks gezien op tv of zo. En dan wilde hij dan even over eens zeiken. Ik, ja, is goed man. En dan, ja, maar bier is op. En dan ging ik nog naar die Bulgaren hier. Die hebben dan zo'n nachtwinkel. Aardige mensen, maar the way. Dan kan je ook gulpen naar Gladiator kopen. En dat kost dan 2,50 euro. Ongeveer twee keer zo duur als bij de Spar. Een 2,5 keer zo duur als bij de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn kost een blik, uh, gulpende gladiator maar 99 eurocent. Als je dan 3 koopt, dan betaal je 2,95 euro. Want ze ronden het af naar beneden: naar de stuivers. Dus is het is nog goedkoper. Ja. En ik kocht er altijd drie met Albert Heijn. En dan, dan soms naar de nachtwinkel nog even. En dan kan je nagaan, dan zit ik aan 7,5 liters, 8,5 liters. Op een dag, man. Zo. Nee, dan gaan we lachen. Ik heb er geen spijt van. Ik schaam me er niet voor. Ik heb het gedaan. Punt. En nou doe ik het niet meer. Het is helemaal, helemaal nuchter. Al vijf en een halve week is het voor mij uh, mooi geweest. Ik ben ook niet meer boos, reinig, verdrietig, uh, opstandig. Uh, helemaal, helemaal niet meer. Ik ben weer uh, net zo lief als vroeger. Not. <laughs> ik ben nooit lief geweest. Ah, dat is ook niet waar. Maar. maar ik heb wel mijn eigen mening, als je dat niet erg vindt. Nee, maar Trump, hè. De, de, zei dus iemand tegen mij... Van, ja, oh, die is dan pro-Trump... En die was op moederdag geweest. En dan had ze de zus ontmoet. En ze had toch al niet zo'n lekkere band met die zus. En toen had ze begonnen over uh, dat zij pro-Trump was. En die zus was helemaal anti-Trump. En er was uh, daarvoor een ruzie geworden of zoiets. In ieder geval, ze voelde zich helemaal niet plezierig achteraf. En van verdorie. Ze zei ze ook: iedereen, als je. Uh, en dat is, uh, heeft ze helemaal gelijk in hoor. Uh, als je pro-Trump bent. Dan of je zegt dat in een gezelschap waarin andere mensen pro-Trump zijn. Of, ja, of tegen mij, want mij maak je de pis niet lauw. Dus ik ben niet pro-Trump, maar ik ben ook niet anti. Ja, maf. Ik ben uh, trump neutraal, ben ik. Dat maakt mij niet uit. Want ik, vind, ik vind Trump ja, minder verschrikkelijk dan die... Uh, <totstukken> nee, van die vorige. Nee, daar word je blij van. Zo, de knetter. Hé, hey, dat vond ik echt een ramp. Die uh, Osama bin uh, Obama of zo. Weet je, die nalken nou weer. Met zijn vrouw, en die noemt hij dan Michael. Vond ik ook zo maf. Waarom noem je je vrouw dan Michael? Die, die, die heette toch Michelle? Waarom noem je je vrouw Michael? Ik heb wel een rare snoez aan, hoor. En ook die foto van hem, hè, Dat die, uh, weet je nou, die Osama Obama of zo, weet je nou, Barack Osama. bin huppeltje pup of zo. Die, die, hij had dan ook helemaal niet een normale paspoort. Dat klopt ook helemaal geen. Nee, een zo'n geboortebewijs. Daar, daar klopt er geen drol van. Dus dat kan je toen downloaden van uh, Whitehouse.gov. Dat heb ik zelf nog gedaan. Ik hoorde de pdf downloaden. Met die pdf die was er uh, mee gerommeld. Dat is heel duidelijk. Waarom staat iemand zijn geboortebewijs... waarin je toch overduidelijk kan zien... want in die pdf zitten meerdere lagen. Dus ik... Nah, en, en, en er was dan uh, een geboortebewijs van... Waar was het? Hawaii of zo? Maar eigenlijk kwam hij uit Kenia. In ieder geval de hele boel die uh, stinks like a real reel up heaven. Man. Wat een portret was dat, zeg? Die Osama binnenhuppeltje uh, pep. Weet hij niet nou? Barack Osama. Ofzo. Met zijn vrouw en die heette Michael. Ja, ha 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 ha. ha. En had hij dan beloofd, hè, die, die Osaka. Uh... Osako Obama, zo heet hij. Osako. Iets met Bin was het toch ook? ik raak iedere keer in de war. Het was in ieder geval een Mohammedaan. Dat is een foto van hem dat hij in een sportbroekje. zit hij op de eerste verdieping van de White House. filtersigaretten te smoken. terwijl hij kijkt naar een sportuitzending op tv. Dan denk ik ja. De Amerikanen waren op dat moment bezig om in leven te blijven. in Afghanistan en Irak. En meneer de president, die zit een beetje filter sigaretten te smoken en te kijken naar een baseballgame in broek. Wat ziet er sportief uit? Ja, we kijken naar sport in onze sportenbroekkleding. En we smoken filter sigaretten, ja. En je vrouw, die heet Michael, hè? He? Ja, ja. En er was nog zo'n andere dame, zo'n celebrity uh, spotter. Hoe heette die ook alweer? Ik kan het even opzoeken, kom. Eigenlijk nog kunnen vinden. Dus, uh, Michel Obama, uh, Tranny en dan reporter Dice of zo. Kijk, ik weet niet hoe ze heet: John Rivers. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dus Joan Rivers heeft gezegd: Oh, zo heet hij. Barack Obama. Ja, dat wist ik wel natuurlijk. Maar het was toch bin huppeltje pup. Barack Barack Obama is gay. En Michelle Obama is een transgender. Ja, ja. Nee, die Obama, dat vond ik een ramp. Wat een leugenaar. Tja. En dat hij zijn vrouw Michael noemt. Dat ik, ja, dat doe je toch niet. Dat is gewoon onzin. En een geboortebewijs uh, waarmee... Uh, geknutseld is en gevoemeld is en gevoeteld is, dat haal je toch, dat zet je toch niet op de website van WhiteHouse.gov. Wat een portret was dat man, die Obama. En daar heeft uh, de, 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 Trump helemaal geen last van. Toch? Dus wat is nou de, het probleem met, uh, met Trump? Wat kan je nou tegen hebben op die man? Hij is niet een oorlog begonnen. Tot nu toe. Dat ziet er ook niet naar uit. Hij heeft al uh, zo'n zo schip richting Iran gestuurd. Want Iran loopt dan een beetje maf te doen naar Israël toe. Dan moet Iran ook mee ophouden, vind ik. Maar er komt niet echt een oorlog met Iran. Dat, nee, dat geloof ik niet. Ik denk niet dat uh, Trump dat gaat doen. Wat heeft hij dan nog meer gedaan? Hij maakt een probleem van die illegalen die uit Mexico naar binnen komen denderen. Ja, natuurlijk. Dat is illegaal. Uh, hoe moeilijk kan je het hebben? Dat betekent niet legaal. Tegen de wet. Hoe kan je nou zeggen dat illegale immigranten welkom zijn? Dat is toch het hek van de dam. Dan mag iedereen dus kennelijk illegale dingen doen in Amerika. Bijvoorbeeld illegaal de grens oversteken. Maar diefstal is ook illegaal, dacht ik. Maar moord ook. Ja, waar ligt de grens dan? Dat is een leuke hè, beeldspraak. Waar ligt de grens dan? Je mag wel illegaal de grens overkomen. Daar moet iedereen normaal over doen. En mag je dan eens ook illegaal spullen van een ander even pakken En meenemen? Nee, dan gaat iedereen zeggen: nee, dat is illegaal. Ja, maar illegaal de grens over, dat mag wel. Ja, dat mag wel. Ja, maar waar ligt de grens dan? Maar waarom is anders het woord illegaal? Waarom bestaat het überhaupt? Wat is dan de betekenis van illegaal als het toegestaan wordt? Ja, maar die mensen zijn zielig. Wat nou weer zielig? Straks zijn pedo's ook zielig... omdat ze helemaal geen kleuter kunnen krijgen... die uh, vrijwillig uh, op hun leuter gaat zitten. En uh, gaan we dat ook uh, illegaal? Uh, dat moet ook kunnen, want... Uh, al die Mexicanos... Uh, bonenconsumeerders... Uh, die moeten uit hun zieligheid... Uh, illegaal uh, netjes aan de gang kunnen gaan. Ja, waar ligt dan de grens met zo'n pedo... Want die zijn er ook hartstikke zielig straks. En noem me dan nog een ander ding. Ik heb maar één reden om niet pro-Trump te zijn. En het is dat Trump als, als presidentio. die heeft niks te vertellen, joh. Want Amerika is in 1776 met het tekenen van de Constitution overgenomen door il papa. Is dus dat dingetje Ricci zat erachter? Dat weer. Lorenzo Ricci. Die heette wel de professor. Zo'n stukje geschiedenis wat Amerikanen niet geleerd wordt en jullie waarschijnlijk ook helemaal niet weten. Nee. Als je dat nou wel wil weten, dan moet je even kijken naar de uitzendingen. Van... Uh, en die staat ook hieronder. Bill Hughes, Behind the Door of zo. En ik zou ook even kijken naar Rulers of Evil. Want daar wordt het ook netjes in beschreven. Hoe uh, il-papa, dus, uh, je weet het wel, de onfeilbare mens, de vertegenwoordiger van God op deze aarde. Want uh, Christus is dood, maar de paus leeft. Hè? En de paus is minimaal net zo goed als Christus. Hij lijkt erop op twee druppels water. Daarom is hij ook de vertegenwoordiger van Christus hier op aarde, dus God. Gelijk. En wat hij zegt vanaf zijn heilige stoel, uh, dat is altijd waar. En blijft waar tot in de eeuwigheid. Amen ja Die paus die heeft er ook gezegd van uh, aliens, uh, die ga ik ook dopen hoor. Waarmee die bedoelt uh, buitenaardse. <laughs> Niet die illegal aliens, dat is een behoorlijke taalprobleem daar in Amerika. <laughs> hey, die aliens, die gaat de paus ook even lopen dopen. Ja natuurlijk, ja. van die groene wezentjes die met een ufo eraan komen. Bliep bliep, nok nok. En dan al die anderen die er dan denken: Oh, wat heeft hij nou weer gezegd? Oh, wat heeft hij nou weer gezegd? <laughs> en dan, ja, maar dat zei hij niet toen hij in de Heilige Stoel zat met zijn billen. <laughs> oh, ik vind het zo'n stom gedoe, hè, die paus. En dat vind ik al vanaf mijn twaalfde. En voor die tijd uh, had ik daar geen mening over, want dan wist ik niet wat er aan de hand was. Maar vanaf mijn twaalfde weet ik dat. Ja. Ik ben geniaal namelijk. Ik ben op mijn twaalfde ben ik de Bijbel gaan lezen. En ja, dat is een teken van genialiteit. Niet alleen dat je hem leest, want dat kan iedereen. Maar dat je hem begrijpt en accepteert. En toen wist ik het. Ja, ik heb de tien geboden van Mozes gelezen. En ik denk van, ja, daar ben ik het totaal 100% mee eens. Helemaal waar, helemaal waar. Je ja, moet je er niet, niet, niet een Jota aan toevoegen, geen Jota van afhalen. Dit is wat het is. Nou, en de pauze overtreedt het tweede gebod klaar. nou, wegwezen met die vieze En later hoor je al die verhalen over kleine kinderen die onvrijwillig een anusoprekking hebben gehad van meneer de bisschop. En de mensen zoals Sonja Barend dan tegen die protestanterige jongetjes die zeggen van nou, dat vond ik helemaal niet lekker dat mijn aanslag opgerekt werd. En dat iemand als Sonja Barend dan bij de Vara of van alle omroepen dan nog beweert, nou, zo'n zo, zo beetje suggereert van nou, maar eigenlijk vond je het wel een beetje lekker of niet. Dat is Sonja Barend, dat je even weet naar wiens begrafenis je niet hoeft, tenzij je vuurwerk meeneemt, om het te vieren. Of de familie kan natuurlijk uh, zeggen, van, ja, maar ze meenden het allemaal niet zo. En dat ze nog op haar sterfbed uh, die woorden intrekt. Dan wordt het een ander verhaal. Kijk, als iemand berouw toont, uh, Sonja Barend in dit geval, zeggen we, ja, dat had ik niet mogen opperen. Bij uh, Sonja op uh, donderdag of zo. Want dat heeft Sonja Barend gedaan, hè? Wat ik nou net zei. Hè? Dat suggereren dat zo'n. Uh, nou, uh, Gatverdem. Amerika is overgenomen in 1776. 1700 ton, 76. Niet helemaal gelijk in één keer, maar toen hadden ze een voet tussen de deur met het de First Amendment. Kan ik er even erbij pakken. Daarvoor was er niks aan de hand. Daarvoor was in Amerika. First Amendment Radio. First Amendment. Uh, First Amendment. Die wordt wel gezien als de wet op de vrijheid van meningsuiting, maar er zit een, Er zit een angeltje onder het gras. Want daar staat namelijk: the First Amendment to the United States Constitution prevents the government from making laws with which respect an establishment of religion. Of prohibit the free exercise of religion. Even de letterlijke tekst, kan ik die hier uh, zien? Wording of the clause, wat hoortjes. Ik heb er niet voorbereid, maar. Er staat iets van. By no means. Zal de overheid een religie stichten. Of er eentje verbieden. Dat was het. En daarvoor was er wel een religie verboden in Amerika. Wel, niet in geheel Amerika, maar in een aantal van de. De colonies zeiden dat toen nog. In een aantal van de koloniën was katholicisme. Ultimately forbidden. Ja, je kan niet verbieden dat iemand uh, dat rare geloof aanhangt. Maar je kan wel verbieden dat iemand een poster ophangt. Met de komende zondag gaan we het Jezuskoekje eten met z'n allen. Kom je ook langs? En als bekend werd dat jij stiekem uh, af en toe. Uh, uh, dat was natuurlijk weer het weesgegroet Maria loopt te bidden. Een weesgegroet Maria, moeder van God. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Als je daarop betrapt werd, kreeg je geen overheidsfunctie. No way. Ja, weten weinig mensen. Het uh, katholicisme was hier in Nederland ook verboden. Met een goede reden. Weet je nog uh, van Willem de Zwijger? Huh? Waar ging dat ook alweer tegen? Ja, dat was de koning van Spanje. Ja. Maar wie stuurde de koning van Spanje aan? He? Ja, Pipo de Clown. Nee, Pipo de Paus. Natuurlijk. En in de tijden van Willem de Zwijger, Willem van Oranje, toen, toen konden wij nog zeggen van nou, we timmeren die luider uit, want we hadden een goede leider. Dus Willem de Zwijger was een geweldige leider. En een goede stratege ook nog een keer. En wij hebben die Spanjolen keer op keer eruit getrimd. Ja, toen hebben ze die Spanjolen iemand gestuurd, dat was uh, Baltasar Ge Gerard. En die hebben hem doodgeschoten. En toen waren we onze leider kwijt. En even later waren we onze vrijheden kwijt. Ja. En nu staan we alweer sinds een paar eeuwen onder een katholieke regime. En niemand die dat weet. In Amerika dus ook. Weet ook geen hond het. Ja, bij First Amendment Radio weten ze dat. Maar dat is maar een klein radiostation. Gaat mij niet vertellen dat dat uh, duizenden, tienduizenden zou, je zou miljoenen kijkers nodig hebben. Dat was die vrouw van uh, Roosevelt die. die had een bezoek gekregen van Afro Manhattan? Even kijken, even ja. Ja, dan heb ik hier een mailtje gekregen van Apple? Is dat nou wel echt? Oh nee, het is gewoon spam. Ja. Loma City. Zag er wel behoorlijk echt uit. Ben je toch even geneigd om toch te klikken? Hè? Ja, misschien heb ik wel een prijs gewonnen. Dat zou handig zijn. Gaantje. <laughs> ja. hey, Avro Manhattan je was op bezoek bij Eleanor. Roosevelt. En hij besprak met haar die, dat, dat schandaal van wat de. Het dus woord is atrocity op zijn Engels. Dus, hoe noemen we dat nou op zijn Nederlands? Oorlogsmisdaden, toestand. die gepleegd zijn in naam van de katholieke kerk in Kroatië tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Eleanor Roosevelt die zei tegen Avro Manhattan: van ja, daar weet ik van. En mijn man en ik konden dat in eerste instantie niet geloven, dat het waar was. Maar het is waar wat je zegt. Ja, zei Avram Manhattan, als hier het Amerikaanse volk achterkomt, dan, uh, dan breekt de pleuris uit. Toen moest Eleanor Roosevelt moeten lachen en die zei, ah, maak je niet zo'n zorgen. De propagandamachine van de paus die draait op volle toeren. Als het doordreigt te lekken, dan begint er een enorme contracampagne en die... Gooit allemaal leugens aangaande wat er in Kroatië gebeurd is in de lucht. En dan snapt niemand het meer. En dan denken mensen: ah, laat me zitten. Nee, zei ze: je hoeft niet bang te zijn dat de katholieke kerk. op basis van wat ze uitgefroten hebben in Kroatië. dat ze daar schade van gaan ondervinden. Tuurlijk niet. Ja. Ook niet vanuit Amerika. Oh, zei Avro Manhattan. Nou, oké, dan maar. Ik lust er wel een kopje thee. Ja, en dan vraag jij je af wie Avro Manhattan is, hè? Ja. Nou, Avro spel je net als de Algemene Verenigde Radioomroepen. Dat is A-V-R-O. En dan Manhattan net als de, dat stuk van New York. Zo spel je dat. Avro Manhattan. Look him up. Hij heeft een erg, erg boek geschreven over, met als titel... Vietnam, Why Did We Go? Nou, waarom denk je dat ze naar Vietnam zijn gegaan... Ja, dat was de paus die dat zei. Iedereen moest uh, communistisch... Kat en communisten, dat communisme is van de paus. Dat is precies wat de paus wil. Die wil dat iedereen links wordt en uh, dat de weelde verdeeld wordt. Ja, behalve natuurlijk dat de paus uh, geen cadeautjes gaat geven. Maar de paus die haalt dan het geld weg bij de mensen die wat poen hebben... en dat wordt gegeven aan arme sloegers. Met als gevolg dat die rijke mensen die raken geld kwijt en de paus die steekt er 20% in zijn zak. En die arme sloebers die zijn even later nog steeds arme sloeber, want ze kunnen niet omgaan met... Nou, ze zijn met een reden arme sloeber. Dat is niet omdat ze onderdrukt waren, want momenteel met de Europese Unie en dat is ook van de paus. Want wie was ook alweer de eerste president van de Europese Raad? Ja, even 10 seconden. Dat was Herman van Rompuy. Voor wie werkte Herman van Rompuy? Ja, voor de paus natuurlijk. Nou, wat heeft Herman van Rompuy in die dagen allemaal lekker lopen aanslingeren, toezicht lopen houden? Lijkt, wij betalen hier in Nederland onze, we betalen 400 euro per jaar per werker aan het grote Europese project. En in Litouwen krijgen ze van ons 400 euro per jaar. Ja, dus wij zitten Litouwen te sturen. Te steunen, sorry. Wat heeft het nou voor zin dat wij geld geven aan Litouwen? Ik ken helemaal geen mensen uit Litouwen. En die mensen in Litouwen kunnen niet hun eigen broek ophouden. Ja, is dat mijn probleem? Hoezo kunnen ze dat daar niet? Is dat land niet goed genoeg? Zo? Het lijkt mij een probleem van de mensen in Litouwen, hoor. Ja, oh, maar Pirrie is heel zielig hoor. Litouwen dat is echt zo zielig. Ik vind het heel goed dat de pauze 20% in zijn eigen zak stopt. En dat die mensen uit Litouwen tenminste daar wel een centje aan overhouden hoor. Want ja, dat moet Nederland dan maar ophoesten. Want ja, Nederland is dus wel een land dat kan zijn eigen broek ophouden. Maar kom daar maar eens om. In Litouwen, daar kunnen ze dat niet. Die mensen hebben hulp nodig. Daar moeten echt zwaar geholpen worden. En de pauze nou die bidt elke dag naar Maria. Van heilige Maria, moeder van God, gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Kan u alsjeblieft een beetje helpen dat Litouwen, dat ze daar de eigen broek op kunnen houden? En ik ben alvast u voorgegaan, met mijn hand op te houden bij de Nederlanders. Ja man, en zo heeft de paus dus uh, het communisme doorgedennerd in Vietnam. Ja, maar Perry, dat kan niet. Want die Amerikanen die vochten toch tegen Noord-Vietnam. Oh, 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 oh. Lees dat boek maar van Avro Manhattan. Dan begrijp je dat wel. De pausman, dat is een bak ellende, jongen. Dat nou, zie je wel, dat is allemaal de schuld van Jezus Christus. Ja, ja. Tuurlijk, jongen. Ja, want uh, de paus is de plaatsvervanger van Jezus Christus. En als je Jezus Christus niet was geweest, dan uh, had je dus ook geen plaatsvervanger van Jezus Christus gehad. Nee, inderdaad. Dan had hij gewoon Nebuchadnezzar geheten. Nebuchadnezzar de Zeventiende. Of uh, Nimrod de Achtste. Zo. Pauze heeft uh, dat hele christendom uh, verbouwd door een heidense toestand met een homo huwelijk vereering. Je moet even snappen man. En John F. Kennedy, die, die was dus katholiek en ze dachten toen dat hij wel dat hij katholiek was en hij was een ongelofelijke schuinsmarcheerder. Een fornicator. Ze dachten hem wel te kunnen chanteren, corromperen. Maar dan ging meneer Kennedy eventjes de president van Amerika lopen uithangen en allemaal beslissingen nemen die gunstig waren, beneficial waren voor Amerika. Dus uh, bijvoorbeeld de Federal Reserve die macht ontnemen. En hij had een plan klaar dat was, ja, om weer de Amerikaanse dollar op de markt te brengen. En dat was geld wat gedekt werd door de goudvoorraad van de Amerikaanse overheid. En dat geld te gaan uitgeven als, uh, als financiering voor infrastructurele projecten. Dat is nou precies wat een overheid mag doen. He, er moet een nieuwe brug gebouwd worden. Er moet een spoorlijn onderhouden worden. Zeg het maar. En dan pomp je geld in de maatschappij. En dat geld dat heb je zelf gedrukt. In plaats van dat je dat geld moet lenen bij een Federal Reserve. Want je hebt toch dat goud als onderpand? Nou dan. Zo wilde John F. Kennedy nog van een paar dingen. En toen werd hij doodgeschoten. Ja. Want dat was de bedoeling, nietjes? Nee. Er was een of andere Amerikaanse comediant... en die zei van... ja, iedere nieuwgekozen Amerikaanse president... die krijgt uh, een uh, vlak na zijn verkiezing... en dat alles eroverheen is... en dat hij geïnaugureerd is... en dan zijn de festiviteiten voorbij... en dan wordt hij meegenomen naar een filmzaaltje... en daar krijgt hij de videobeelden te zien... van wat er daadwerkelijk is gebeurd op Deli Plaza... Waar John F. Kennedy is gechopt chopped En het hele verhaal erbij wordt even verteld. En dan wordt die president zo ontzettend boos. Dan vreest hij voor zijn leven. En doet hij precies wat de paus zegt. Dat laatste dat voeg ik er even aan toe. Maar, maar zo zit het wel in elkaar. En denk je dat Trump niet luistert naar de paus? Ja, natuurlijk wel. Even kijken. Doe ik gewoon, uh, gewoon een... En dan gaan mensen zeggen: Ja, op jouw machine vind je dat. Oké, okay, dan ga ik nou uh, opera en dan uh, incognito dingen. Nieuw privévenster. Hoppakee. En dan zoeken we op Trump, Spaansie, bishop, Op zijn Engels, dus niet Bisschop. En dan daarachter nog Kardinaal. En dat is dan karde Denk ik. Hmm. En dan pictures. Afbeeldingen heet dat. Even kijken, hier zie, geen Trump. hier zie ik geen Trump. Oh ja, de eerste, de vierde foto is uh, met uh, Poop Francis. Franciscus dus. Dan zien we hier nog Trump. Ja, dan zien we. Even klikken hoor. Ja, Trump met een kardinaal. Natuurlijk ja, man. Dit is Trump met een kardinaal. Dit was Trump met, met Paus Francis. Franciscus. Uh, gaan we nog meer te zien? Klakt nog? Maar uh, dat komt niet echt lekker door. Oh, dit is weer Trump met uh, Hillary Clinton uh, en een kardinaal of zo. Zo'n vent met een rode toestand. Is dat een bisschop of een kardinaal? Ja, man. rooms-katholieke kerk. Ja, dan zie je hier Trump. En die is er een of andere mis bij te wonen. Gaan we lekker het Jezus koekje eten. Hoc est corpus eneum. Dit is mijn lichaam. Ielk. Nou, Je ziet er heel veel. Ga ze zelf maar bekijken. Trump is dus totaal, totaal onder auspiciën van het Vaticaan. Dat is wel heel lang zo. Uh, niet dat Trump onder die auspiciën staat, maar dat de Amerikaanse president onder de auspiciën van de, het Vaticaan staat. De afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Nou, ik heb ook helemaal geen zin om dit te kopiëren. Ik vind genoeg dat, uh, ja, dat ik die even over vertel. Dat er iets anti-christelijk is, is dat het Vaticanen. Je gaat mij niet vertellen dat Christus Jezus in de rondte liep van een, met een pak. En, uh, wat kost een pauselijk pak wel niet? 60.000 dollar of zo? Hier zit Trump weer fijn te lachen. Met ook zijn fan met zijn rood hoedje. Engerik hoor. Maar ik hou er helemaal niet van van het hele katholicisme niet. Cardinal met een i of zo. Car oh wacht even. Car. Ik heb verkeerd gespeeld. Car de. Nol. Bishop cardinal. Ja. Ja dit levert meer fouten op. Ik had cardinal. Had ik toch verkeerd gespeeld? Ja, dan gaan we helemaal een hoop foto's zien. De Zwitserse Garde. En dan zegt Trump zo van: Making America great again. Ja, maar niet te great. hè. Nee, niet doen wat John F. Kennedy van plan was. Want wij worden weer lekker soeverein. Ik ben de baas hier in Amerika en niet de paus. Ja, dat moet je vooral doen, jongen. Pief, paf, poef. Worg met jou? En wat denk je nou? De pauze heeft daar een moeite voor gedaan, man, om in Amerika binnen te komen. Dat was Lorenzo Ricci. Look it up, man. Rulers of evil. En Trump mag lekker lachen met die kardinalen en die bischoppen. Ja, hij zal wel moeten. Geen keus. Dus er gaat helemaal niks veranderen onder Trump. Wees daar maar niet bang voor. En die mensen die de grens overtrekken vanuit Mexico. Dat zijn voornamelijk katholieken. Oh, dat is hier, dat is een leuke. Dan staat hij op de foto met uh, Franciscus I. Meneer Mr. Flapp hoor. Daar maar lekker lachje. Franciscus I was de hoofd van de Jezuïte-orde tijdens de vuile oorlog in Argentinië. Nog een reden om uh, niet pro-katholiek te zijn. Hè? Nou, daar heb ik wel genoeg verteld, denk ik, over Donald Trump en waarom ik niet pro- ben. Er zijn mensen. Die, er sprak de laatste iemand. en die zei. Van, ja, maar Trump is in ieder geval. Uh, pro-Israël. Ja, dat was Obama ook. Ja, die gaat Israël beschermen tegen Iran. Ja, Iran gaat niet echt aanvallen. En voorlopig ga ik er ook nog vanuit dat. het, het mohammedanisme. dat is uitgevonden door het Vaticaan. Dus. ja. Dus ze hebben waarschijnlijk uh, Iran ook al in de pocket. En ze een beetje, uh, laten ze Iran een beetje moeilijk doen tegen Israël. En, en dan kunnen ze weer vrede gaan stichten. En het, ja, de vorige keer dat ze vrede gingen stichten met die Oslo-vredesakkoorden in 1993, toen is 70% van Jeruzalem overgedragen aan de pauze. Of aan het pauzedom. En dat weet je dan waarschijnlijk niet. Hè? Ja, en daarom heb ik ook zo'n pijn in mijn hart: weltsmertje. Waarom weten mensen dat niet? De paus die sticht conflicten. En dan gaat hij, als de grote bruggenbouwer, het conflict oplossen. En dan wil hij als beloning in dit geval 70% van Jeruzalem. 1993. Ja, maar dat is alweer 16 jaar geleden. Ja, nou, ben. Ja, toch? Nee, toch? Nou dan. Hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Ik stel het erg op prijs dat je ja, dit. Even zeggen, is het nou een... het is niet echt een scheldpartij of zo? Hè? Maar het gaat hier wel om dingen die echt gebeurd zijn, snap je? Het is misschien niet het leukste bericht wat je hebt gehoord vandaag. Maar... Het is wel hoe het in elkaar zit, ja? En uit respect voor jullie open mindedness zeg ik op zijn hamburgers tjus en dag liefheids.